Hey, welkom bij een nieuwe video. Ieder kind heeft wel zijn favoriete speelgoed. Dit kan een actiefiguur zijn, poppen of videogames. Deze zijn natuurlijk kindvriendelijk in vele gevallen. Maar wist je dat er speelgoed bestaat die behoorlijk griezelig en bizar zijn? Vandaag ga ik je de 10 bizarste speelgoed voor kinderen laten zien. Vanaf griezelige poppen tot aan een spaarpot met een gezicht erop en nog veel meer. Ben jij nieuw op dit kanaal en ben je nog niet geabonneerd? Zorg ervoor dat je dat dan even doet en vergeet het belletje niet om zo up-to-date te blijven met elke video die ik upload. Doe ook alvast een duimpje omhoog als je me wilt blijven supporten met het maken van video's. Nummer 10. Veel mensen hebben huisdieren zoals bijvoorbeeld honden of katten. Maar deze man met de naam Gary Dahl ergerde zich aan het geklaag van zijn buren over het hebben van huisdieren. Hij bedacht in 1975 een concept, namelijk een steen als huisdier. Dit is namelijk een ongelooflijk goed idee, want een steen poept en plast niet en je hoeft hem niet uit te laten. Gary ontwikkelde een kartonnen doosje erbij, compleet met stro en ademhalingsgaten en besloot het concept te verkopen. Het idee werd zelfs zo groot dat het door Times Magazine werd uitgeroepen tot top 10 beste speelgoedideeën van het jaar, terwijl het gewoon een steen in een doos is. Het mooie aan dit verhaal is dat deze man binnen 5 tot 6 maanden multimiljonair hiermee is geworden. Speelgoedwinkels verkochten namelijk miljoenen ervan. 6 maanden nadat de hype iets daalde, werd de omzet alweer wat lager. Maar goed, Gary heeft zijn geld natuurlijk al lang gemaakt en ligt waarschijnlijk te chillen ergens op een strand door dit supergoede, maar toch ook bizarre idee. Nummer 9. Hugo de man met 1000 gezichten was een levensechte pop met een kale kop die is gemaakt door speelgoedbedrijf Kenner in 1975. De pop kwam met een hoop accessoires zoals een pruik, bakkenbaarden, neus en masker die je op zijn kop kon lijmen waardoor hij er anders uit ging zien. De meeste looks die Hugo had waren echter behoorlijk griezelig, waardoor deze pop misschien niet de beste keuze is voor kinderen. Toen deze pop voor het eerst uitkwam was het een zeer populaire pop en werd gebruikt om honderden verschillende looks te creëren. Hoewel het misschien niet al te succesvol was voor kinderen, wordt de zeldzame pop vandaag de dag voor behoorlijke bedragen verkocht op veilingsites. Hugo werd ook ooit gebruikt als een pratende pop voor de komiek Pee Wee Herman in de jaren 80, wat snel leidde tot een HBO special. Nummer 8. Wanneer een baby wat ouder is, wordt het vaak in een kinderwagen gezet. Je hebt een hele hoop verschillende soorten kinderwagens, maar deze die ik vond is toch wel een beetje erg bizar. In eerste instantie lijkt het op een brein en daarna merk je dat het een soort van cyclops is met één oog. Deze kinderwagen is gecreëerd door Elmer Presley en ik heb geen idee of dit product serieus bedoeld was of niet. Maar het zal me niet verbazen dat er echt ouders zijn die dit cyclops breinachtige ding zullen kopen. Deze kinderwagen staat blijkbaar nog steeds te koop voor €500. Op deze foto zie je een kindje in de wagen zitten genietend van een ritje. Dus ben jij een ouder van een kind en wil je hem of haar laten schrikken, dan is dit misschien wel wat voor jou. Wat vinden jullie? Is deze monsterachtige kinderwagen leuk of is het te bizar voor woorden? Laat het me weten in de reacties. Nummer 7. Spaarvarkens of spaarpotten zijn een ouderwetse manier om kinderen te leren om te gaan hoe ze geld moeten sparen. Hierin stop je geld en je laat het maanden of zelfs jaren staan voordat je het uiteindelijk kapot gooit om geld eruit te krijgen. Nu is er een Japanse bedrijf die met een bizarre spaarpot is gekomen, namelijk de Facebank, die de vorm van een gezicht heeft. Je stopt geld in zijn mond en je kan het in principe geld zien eten. Als je naar deze spaarpot kijkt, heeft het een enge, starende blik. Deze Facebank zou werken op batterijen en kan worden geleverd in 2 versies en is ook nog eens in meerdere kleuren verkrijgbaar. Volgens mij kan je deze spaarpot nog steeds kopen. Maar elke keer als ik ernaar kijk heb ik het gevoel dat als je je vinger in zijn mond stopt je hem niet meer terugkrijgt vanwege de griezelige uitstraling. Zou jij je geld hierin willen bewaren? Nummer 6. Toen de Amerikaanse animatiefilm Tarzan uitkwam van Walt Disney Pictures in 1999 moest er natuurlijk ook speelgoed uitgebracht worden. Maar wat precies de bedoeling was van deze Tarzan is nog steeds onduidelijk. In eerste instantie is er ook niks raars te zien. Maar als je op de knop drukt op zijn rug, begint Tarzan zijn arm heen en weer te bewegen en laat hij zijn beroemde strijdkreet horen. Nu is er natuurlijk niks mis met zijn strijdkreet. Maar de beweging die hij met zijn arm maakt is natuurlijk een beetje apart. Vooral als je je bedenkt dat dit speelgoed bedoeld was voor kinderen. Met deze bewegingen heeft Tarzan waarschijnlijk Jane niet meer nodig in de jungle. Tegenwoordig is dit actiefiguur een verzamelobject geworden voor mensen die houden van een gevoel van humor en natuurlijk van de Disney film Tarzan. Nummer 5.
Dit zijn twee poppen die in de jaren 60 en 70 uitkwamen voor kinderen door de makers Hasbro en Remco. Omdat alle Barbie-poppen altijd mooie huizen hadden en kleding met accessoires, besloten de makers een pop te creëren die het tegenovergestelde was. Het was een dakloze pop die in de steek zou zijn gelaten en ze gaven haar de naam Klein Meisje Zonder Naam. Zoals je kan zien heeft de pop grote ogen met een droevig gezicht en loopt ze op blote voeten en heeft ze een groenachtig shirt aan. Sommige van de poppen hebben zelfs een grote traan bij het oog om haar er verdrietig uit te laten zien. Maar in mijn opinie is het eerder griezelig. Nog een andere pop die ik had gevonden is ook behoorlijk eng. De naam van de pop suggereert dat de baby veel lacht. Zoals te zien in de video zie je de pop heen en weer schommelen terwijl het een enge lach maakt. Deze pop werd uitgebracht in 1970, dus misschien heeft het wel horrorfilms geïnspireerd. Eén ding weet ik wel zeker, ik denk niet dat ouders tegenwoordig nog zo'n soort pop zouden willen kopen voor hun kinderen. Nummer 4. Een Ouija board is een spel dat op de markt werd gebracht door het bedrijf Parker Brothers en zou al sinds de jaren 1890 bestaan. Het bestaat uit een plank met een speelvlak waarop letters en woorden staan afgedrukt. Dit spel zou naar verluid gebruikt kunnen worden om met geesten te communiceren. Het bordspel is vandaag de dag nog steeds behoorlijk populair en het kan worden gespeeld door meerdere mensen. Het gaat als volgt. Je houdt je hand gezamenlijk vast op het kleine plankje en daarna laat je het plankje bewegen over de letters en kan je vragen stellen of er kunnen antwoorden ontstaan. Nu heb ik het zelf nooit geprobeerd, maar ik heb wel eens video's gezien en verhalen gehoord van mensen die het gevoel hebben gehad dat ze communiceerden met een overleden familielid of vriend. Verschillende vragen of het bespotten van de geesten wordt afgeraden omdat je er blijkbaar ook demonen mee kunt oproepen. Of dit echt waar is of niet zou ik niet weten. Maar het bizarste is misschien wel dat de minimale leeftijd voor dit bordspel 8 jaar is. Want je zou in eerste instantie misschien denken dat het voor oudere kinderen of volwassenen bedoeld is. Nummer 3. De wraakachtige eenhoorn is toch wel een van de bizarste speelgoed voor kinderen wat ik ooit heb gezien. Met deze eenhoorn heb je 4 verwisselbare hoorns en ieder kan gebruikt worden om een aanval te doen op 3 poppetjes die bij het speelgoed zitten. Namelijk een man met een snor, een zakenman en een mime. De makers van de eenhoorn hebben deze tekst bij het spel gezet. Wat als je een eenhoorn had om voor alle irritaties in je leven te zorgen? Een beetje een vreemde tekst in mijn opinie. Later bleek dat dit speelgoed niet voor kinderen bedoeld was, aldus de makers zelf. Maar goed, het is misschien niet zo'n goed idee om speelgoed voor kinderen te maken waarbij je vijanden kan doorboren. Het succes was ook niet denderend, dus besloten ze het later nog een keer met de narwal, omdat het een echt wezen was en geen fantasie. Het bedrijf kreeg uiteindelijk toch klachten van mensen die het speelgoed niet goed vonden voor hun kinderen. Nummer 2. Deze pop met de naam Cabbage Patch Snack Doll werd uitgebracht rond de kerst in 1996 en was een pop die het eten simuleerde. De pop kwam met een aantal accessoires zoals nep friet en een neppe banaan. Het probleem was dat deze pop niet alleen honger had naar friet of bananen, maar ook andere dingen zoals potloden of papier, maar zelfs vingers van kleine kinderen. Kinderen staken namelijk hun vinger in de pop zijn mond en de pop wist niet wat nep was of echt, wat resulteerde dat de poppen op de vingers van de kinderen begonnen te knabbelen. Andere kinderen konden hun vingers er niet meer uitkrijgen, terwijl bij anderen hun haar vast kwam te zitten. Deze pop had ook geen aan- of uitknop, dus er waren uiteindelijk meer dan 100 klachten van de ouders en de poppen werden uit de schappen gehaald en mensen kregen hun geld van $40 terug. Dit is dus speelgoed wat je toentertijd zeker niet als kind zou willen hebben gehad van de kerstman. Nummer 1. Een mevrouw met de naam Meg Gedrick is een Britse kunstenaar die haar tijd doorbrengt met het maken van knuffels met kunstmatige menselijke tanden. Een hobby die begon als een grap in 2010, maar uiteindelijk een succesvolle onderneming is geworden. De naam van deze knuffels is Fugglers en je kan ze vinden op haar website waarna je wordt doorgelinkt naar retailwinkels in de buurt. Je kan ze dus nog niet online bestellen. Nadat deze knuffels het hele internet overgingen, kwamen er verhalen naar voren dat het misschien echte tanden waren die werden gebruikt. Maar dit is een beschuldiging die ze ontkent en ze staat erop dat het neppe tanden zijn. Toch zien deze knuffels er griezelig uit in mijn opinie. Als je ze wilt kopen, krijg je een adoptieproces erbij en certificaat wat de Fuggler voor altijd van jou maakt. Wat vond jij het bizarste speelgoed op dit lijstje? Laat het me weten in de reacties. Vond je het een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.